Ja, Abby, u speelt een ATV-reporter in het stuk. Is dat iets dat u ambieert? Ja, niet speciaal, maar ik vond het wel een leuke uitdaging. Ik heb dat nog nooit moeten spelen. En ik vond als kind al tof om zo te kijken naar reporters en hoe dat ze het nieuws voorlezen en zo van die dingen. Dus ik vond dat wel leuk om te doen. Maar niet om te zeggen dat ik daar een carrière wil maken of zo. Maar best wel interessant, zeker omdat het over voetbal ging. Ja, je zegt, het gaat over voetbal inderdaad, ja. Maar je speelt een heel neutrale rol in dit stuk. Ja. Bent u persoonlijk ook zo neutraal of hebt u toch een voorkeur? Ja, ik ben heel neutraal. Ik moet toegeven dat ik een typische vrouw ben die niks van voetbal wist, allee, tot nu toe. Voor die rol heb ik een beetje research gedaan. Natuurlijk Antwerpen met de twee ploegen. In het begin wist ik begot niet voor wat het ging. En dan door een beetje op te zoeken, kwam ik te weten dat het eigenlijk echt wel lang bezig is en dat dat serieus is. En ja, dat eigenlijk wel interessant is om te zien hoe dat mensen daar hun wereld daar om kan draaien over hun sport. En het is eigenlijk bijna een oorlog, zou ik kunnen zeggen. Ik vond het best interessant, omdat anders word ik daar niet toe gedwongen om dat eens te onderzoeken. En dat vond ik wel fijn. Ja. Het is een stuk dat toch een gedeeltelijk ander soort publiek trekt. Ja. Merk je dat ook? En hoe ondervind je dat? Tot nu toe is het nog kalm gebleven. Ik denk omdat het de première is, dat er een beetje ander volk gekomen is. Dan morgen zullen er echte supporters in de zaal zitten en die zullen misschien beginnen roepen. Er is een scène dat ik het nieuws voorlees. Gisteren bij de try-out is er al reactie op gekomen. Dus als ze niet akkoord zijn, zal er reactie zijn. En dat gebeurt normaal gezien niet bij een theatervoorstelling of toch in mindere mate. Dus dat wordt echt wel spannend en goed concentreren, want je moet blijven voortspelen wat ze ook zeggen. Dus dat is wel speciaal. En waarom moeten volgens u de... Ofwel zijn de voetbalsupporters naar het stuk komen kijken, of gewoon de theaterliefhebbers? Wat maakt dit stuk zo uniek, volgens u? Ik denk, de interactie, dat is wel plezant. Het mag voor een keer. Ik denk, je moet niet een grote theaterfan zijn, of al veel naar theater geweest zijn, om hiervan te kunnen genieten. Ik denk dat het wel grappig is en amusant. En de mensen die komen kijken zeggen wel eens van, nu snap ik het eindelijk over wat dat... de voetbalhistoriek, en het wordt toch een beetje in uitgelegd hoe dat in elkaar zit. En het is puur entertainment ook. Het is relaxen, lachen... Ik denk dat wel dat een tof stuk is om te zien.